Vanavond gaan we weer kussen tegen de sterren op. Uw aandacht voor Bart Peters. Welkom bij Mag ik u kussen? Met veel graagte stel ik de jagers aan u voor. Hij houdt wel van een prente en zeker in lingerie. Hier is recht uit Bevergem de vadder Freddy. Zijn kabouter Wesley is de stoutste van de klas. Hier is Gernaard Jonas. Dag Bart Peters. Ik haat Bart Peters! Wauw. Goed, ik heb nog één jager voor te stellen. Hij bouwt graag eigenhandig een liefdesnestje voor twee. Hier is, doe het zelf, Roger. Voor een liefdesnestje heb je nodig 4 planken, een stokje en een gat. Ja, en een vogeltje natuurlijk. En dat brengt ons met een fluitend gemak bij onze bevallige jonkvrouw. Ze is meer dan alleen tits. Hier is Annelien Korvits. Ja. Wauw. Annelien Korvits, jij bent de kersverse presentatrice van Temptation Island. Hoe was het daar? Ik denk vrij gezellig. Ja, het was echt vreedgeestig, maar hardcore Temptation, hè. Er was afgesproken, no kissing, no fucking, maar ja... Dranken zijn duivelen. Ja, inderdaad. En dan ga je te ver, hè. Maar ja, het belangrijkste is, Olly heeft mij alles vergeven. Ja. Goed, jij bent gewoon volledig klaar voor de eerste ronde. We beginnen met de metafoorkramers. In de metafoorkramers mogen de jagers zich aanprijzen via de edele kunst der beeldspraak. Jonas Gernaert. Dus Annelien, jij bent een beetje zoals mijn logopedist. Gaat al veel sneller in mijn leven moeten komen. Een logopedist? Oei, heb je zoveel last van je voeten? Ja, Roger, wat is jouw metaforio? Annelien, jij bent voor mij zoals een tuinhuisje. Ik wil je graag eens in elkaar timmeren. Bart, mag ik nog eens? Zeker. Annelien, als ik naar jou kijk, voel ik me als het oude behangpapier in mijn slaapkamer. Dat moet zo snel mogelijk afgetrokken worden. Nee. Roger, wat je zelf doet, doe je meestal beter. Wauw. Freddy. Annelien, hij ziet voor mij like een pot mayonaise. Zou de hernik in mijn spalen steken? Bert. Ja, Jonas. Ik heb anders ook nog een leuke metafoor. Annelien, jij bent voor mij een beetje zoals de vrouw van Olivier de Schacht, waar ik graag een keer zou mee willen poepen. Oké, tot zo. In de finale wordt er finaal beslist welke jager de prooi mag kussen. Annelien Korvits, wie van deze heren mag u als eerste versieren? Doe maar Mr. Borstar hier. Look, I am all captain. Goed, Freddy, ga uw gang. Wat, Annelien? Ik pak u mee naar de kringloopwinkel. En ik vroeg door... en bedden met de dikste matrassen. Dat ik je te horen kan nerven. Roger, de beurt gaat naar jou. Annelien, jij komt thuis en er branden overal kaarsjes. Ah ja, want de elektriciteit is uitgeschakeld. Jij stelt voor iets gemakkelijks aan te trekken. En ik geef jou een overal. Ja, dat is al vrij opwindend, ja. En die prente van de kringloopwinkel komt erbij. En ze vraagt, kan ik u nou? En ik antwoordde, als Annelien, mijn moeder niet is, mag ze toch nog wisselen.
Dan neem ik je mee naar de slaapkamer en zet je op je knieën. Roger, zo heel. Ik kom naast jou zitten, ook op mijn knieën. Roger, stel de vraag maar. Annelien, mag ik u kliklaminaat leggen? Roger, ik dacht dat je het nooit ging vragen. Molly, Brico, Pipo moeten hun vrouwen. Mag ik u kussen? Oh. Oh ja, oké dan, Freddy. Hoe praat de Monica Moon? Kussen doe je best met je mond open en je tong vooruit. En onthoud, wat je zelf doet, doe je meestal beter. Bart Peters, mag ik u dan kussen?